In 2017 hadden 419 jonge renners in ons land een ongeval tijdens een wedstrijd of training. Dat is meer dan acht ongelukken per week in het jeugdwielrennen. De 15-jarige Jamie de Hens was een van de slachtoffers. Op 15 juli dit jaar viel hij zwaar tijdens een wedstrijd voor nieuwelingen in Dentergem. Jamie belandde een week lang in coma. Het is onzeker of hij ooit nog opnieuw wielrenner zal kunnen zijn. Veiligheid in het jeugdwielrennen is een probleem. Renners moeten goed kunnen sturen, remmen en manoeuvreren, ook al bij de jeugd. Bovendien komt er bij een wedstrijd een pak adrenaline kijken. Met een nieuwe wielerproef probeert Cycling Vlaanderen de jonge renners beter voor te bereiden. Heikneelis en ikzelf hingen op onderzoek om te achterhalen of het jeugdwielrennen nu veiliger zal worden.